Mijn naam is Lau Hopmans, voorzitter van de Videoclub Bonne. We zijn een vereniging van amateur videofilmers in Bonne en omstreken. We zijn lid van een provinciale vereniging, de AVO, en van een landelijke vereniging, de NOVA. We bestaan dit jaar 10 jaar. En dit wordt gevierd. 2 jaar geleden dachten wij als Videoclub Bonne, de jeugd heeft de toekomst. Veel verenigingen, veel videoverenigingen in Overijssel hebben te maken met veroudering. En wij willen graag dus jongeren de club in krijgen. Daarom zijn we begonnen met Videotics, de jeugdclub van de Videoclub Bonne. 2 jaar geleden zijn we begonnen met plannen maken, subsidies regelen. Nou, dat laatste is gelukt bij de gemeente Bonne vanuit overal Overijssel en bij de Rabobank Centraal Twente. Vervolgens spullen aanschaffen, die ziet u hier op de achtergrond. Computers, camera's, statieven en werven. Dat hebben we onder andere gedaan via Activity for Kids en via de voortgezet onderwijs, via de CKV-docenten. Het resultaat dat is dat we in februari begonnen zijn met 11 kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. En een workshop van 12 weken. Die workshop doen we samen met 2 professionals, Patrick Ros en Martine Luca. En een aantal vrijwilligers van de Videoclub Bonne. Vanavond is het resultaat van deze workshops te zien. 14 korte films, variërend van animatie, reclamefilms en achtervolging tot aan acteren. Goed, dames en heren. Welkom allemaal. Bijzonder natuurlijk welkom aan alle ouders van de Videotics. Bijzonder welkom ook aan de heer Nijhuis. Een verhoog van de Rabobank. Nou, de werving daarvan is onder andere ook via Activity for Kids gegaan en via CKV-docenten van het voortgezet onderwijs. Nou, het programma dat ligt op de tafels, dat heeft u kunnen zien, denk ik, voor vanavond. Er is hard gewerkt. Kinderen hebben in 11, 12 weken hebben ze 14 filmpjes totaal gemaakt. Die 14 filmpjes die zijn verdeeld in 6 onderdelen. Animatie met klei. Verhaalstructuur, decoupage, een reclamefilm, een les acteren, een filmpje achtervolging en nogmaals animatiefilm, maar dan met de kinderen zelf. Nou, ieder onderdeel gaan we even kort introduceren. Ja, het wordt ook wel een soort lesje, zeg maar. Iedereen steekt ook nog wat van op. En dan gaan we filmpjes vertonen. Dat zullen er 1 tot 3 per onderwerp zijn. Nou, we verwachten ongeveer dat het duurt tot 6:45. Daarna hebben we een pauze en dan om 8:00 hebben we aansluitend de slotavond van de volwassenenclub. Dus degenen die dat leuk vinden, die kunnen dan rustig blijven, geen probleem. Nou, allereerst het eerste onderwerp animatiefilmpjes van klei. Altijd leuk om mee te beginnen bij zo'n filmclub. Wat we eigenlijk wel zien hoe film in elkaar zit. Is een serie van foto's. Bij animatie maak je gewoon foto's. Die worden achter elkaar gezet in de computer. Totdat het een filmpje wordt. Gaan we naar het tweede onderdeel. Dat heet verhaalstructuur en decoupage. Nou, om de kinderen te leren zeg maar, hoe je nou een filmpje eigenlijk in elkaar zit, hadden we verhaalstructuur en decoupage. Nou, verhaalstructuur, hoe maak je een spannend verhaal? Allereerst heb ik wat filmpjes laten zien, sfeerfilms versus verhaalfilms. Sommige films hebben eigenlijk niet zozeer een verhaaltje, maar gaat het meer om het overbrengen van de sfeer. En andere filmpjes die hebben echt een verhaaltje. Een verhaaltje heeft een rode draad. Het gaat ergens over en het heeft een begin en een midden en een eind. Tobias? Ja? Wil je met me meespelen? Nee, ik moet nog heel pas. Alsjeblieft! Nee, ik heb echt geen tijd. Ik moet huiswerk. Alsjeblieft! Nee! Kom op nou! Nou, alsjeblieft! Alsjeblieft! Alsjeblieft!
onderdeel is de les acteren. Die heeft Martine gegeven. Wil jij er iets over zeggen, Martine? Nou, ik vind het belangrijk om een beetje mediatraining te doen, zoveel mogelijk aan. Ja, want het bleek dus dat het geluid soms te stil was. En ja, je moet ook in de camera kijken, want als je zo met je haar ervoor, dan lijkt het ook niet zo, komt er niet goed over. Dus dat hebben we toen geoefend. Ja. Kun je walschokken aan, die doen we twee keer in de week. En twee verschillende soorten. Jij hebt ook nog wat dingen aan, zoals kleding en zo. Ik ben bij Dorothee Dimitri en Jennifer. En ja, mijn favoriete is Swift the Word. Dit zijn de jazzmensen. En dit is de klassieke mensen. Hallo, ik heb net zoals iedereen hier een voorwerp meegenomen. Mijn voorwerp zit aan een stokje. En met een voorwerp kan je een aantal dingen doen. Je kan er met een ander vriendje of je kan met een les. Kan je allemaal dingen doen. Het zit in een doosje. Het was gemaakt in de fabriek. Met een bolletje of een tafelslang met een led ertussen. En het wordt niet met de hand gemaakt door machines, met de opslag, de service, het is vlambaar. Dan ga je net waar de bal kan ook uitgaan. Ja, wat zou het voorbeeld nu zijn? Mijn voorbeeld is... Oh, dat was het. En dit is mijn voorbeeld. Bij de reclamefilm ging het erom van, nou, hoe maak je nou een goede reclamefilm? Patrick heeft ook wat voorbeeldjes laten zien. Dat aangegeven, nou, tempo is natuurlijk relatief hoog. Dat betekent relatief veel korte shots maken. De sfeer is belangrijk. Nou, je moet als kijker zeg maar, van de reclamefilm een goed gevoel krijgen. Nou, die sfeer die kan je onder andere maken door te zorgen dat de kleuren, hè, dat er kleurcombinaties in zitten. Dat je bijvoorbeeld de kleur van het product laat terugkomen in de kleur van de t-shirt, dat soort dingetjes. En je kan dat ook doen door vooral goed te kiezen, dus alleen de dingen te laten zien die belangrijk zijn. Anders wordt het filmpje al snel te lang natuurlijk. Dus je moet goed gaan kiezen van wat voor shots laat je nou zien. Nou, videocamera. Ja, ik kan hem hier natuurlijk laten staan, dat is zo mooi, maar het is zo'n mooie videocamera. Maar ik heb gekomen nou eens een project. Oké, okay, ik weet wel wat dat werkt. Ja? Hoe dan? Wat is er gebeurd? Bij Videotics, hier in Palma. Oh, waar is dat dan? Met Oh, gewoon tegenover? Ja. Oh, dan doet het geweten, dan ga ik eens proberen. Ben ik goed bij Videotics? Ja. Ja, ik heb een camera gevonden en ik wil nog een deel om die aan te gebruiken. Oh, dat kan. Kom maar bij. Nou, een achtervolging heeft vaak een aanleiding. Dat is meestal een ongeluk of zo, een misverstand. En dan, ja, dan wordt het vaak, ja, dan is het vaak één iemand die het wel door heeft en de ander niet. En dan achtervolgen ze elkaar. Waarbij één iemand anders een voorwerp wil. En dan aan het eind dan, is het vaak ook bij het misverstand zo. Dan komen ze elkaar toch nog weer tegen. En dan wordt het allemaal uitgelegd en dan komt het er allemaal achter. En dan gaat het allemaal weer goed.
staat in houding, zoals het zo staat. Dan maak je daar een foto van. En dan bij de volgende foto doe je zo. En dan lijkt het dat je zo doet. Ik denk dat de kinderen hier in die 12 weken tijd toch heel veel gepresteerd hebben. Al die filmpjes zo bij elkaar. Ik wou ze even naar voren halen. Even alle videotics even naar voren. Nou, dat was inderdaad op jullie. Jullie zijn me voor. Geef ze even een dadelijk applaus. En dan wil ik natuurlijk ook even de docenten naar voren halen. Martine, Patrick, Veldje. En de man natuurlijk. Ja, en geef de pols ook even staan. Over een aantal weken, op woensdag 25 mei... hebben we een open avond. Dus heb je interesse in Videotics, meld je dan aan en kom dan kijken. Aanmelden kan door middel van een e-mail naar lau@hopmans.diemon.nl. Tot dan.